Vandaag hadden we de fietsactie voor Stichting Een Boodschap voor Kerkraden. In totaal deden 21 deelnemers mee. Er deden 8 wielrenners mee en 13 doortrappers. En in totaal is er ongeveer 14.000 euro opgehaald voor de Stichting Een Boodschap voor Kerkraden. En daarmee hopen we dat hier in Kerkraden het evangelie verder verspreid kan worden. En dat er meer bekendheid komt ook over het evangelie en over Jezus Christus. We zijn in België begonnen en een paar keer de grens over en weer overgestoken. Langs het kanaal zijn we gefietst, door het bos, door de velden. Ja, het was een hele mooie tocht. Het laatste stukje was nog wel even pittig met de heuvels. Maar het was echt super mooi en ook heel fijn omdat gewoon met elkaar, je hebt mooie gesprekken ook. Dus echt van genoten. Deze stichting brengt het evangelie in Kerkraden, een arme stad, een stad met weinig evangelie. En daarom heb ik vandaag meer dan 150 kilometer gefietst, zodat het streefbedrag 10.000 euro opgehaald kon worden. Uiteindelijk is er meer opgehaald, zelfs rond de 14.000 euro. En hiermee kwam evangelist Jan Baaiens en zijn vrouw het evangelie verkondigen in Kerkraden en dat is waar wij gefietst hebben. Wij zijn dolblij met wat jullie vandaag gedaan hebben. Dus wij willen jullie daar ook heel hartelijk voor danken. Tegelijk ook vragen, hou het niet bij fietsen. Maar neem het mee in je gebed of de Heer hier in Kerkraden wonderen wil werken, zijn gemeente wil bouwen, uitbreiden. Of dat ze zullen leven tot zijn eer en hem zullen grootmaken.